Hallo allemaal, wat super leuk dat jullie er weer bij zijn. Ik zit hier met Marjolein van Zoma Opleidingen en we gaan het vandaag hebben over geven wat je te geven hebt en daarin bij jezelf blijven. En vooral wanneer je sensitief, hooggevoelig bent en de neiging hebt om jezelf weg te cijferen. Dat is een hele uitleg, maar wel een heel belangrijk onderwerp wat voor jullie denk ik heel erg herkenbaar is. En ook goed is om eventjes bij stil te staan bij jezelf. Ik denk dat het leuk is dat jij je ook even voorstelt voor de mensen die je nog niet kennen. Ja, mijn naam is dus Marjolein Berendsen. Ik ben dus founder van Zoma Opleidingen, opleidingsinstituut in Westervoort, Moerkapelle en Voorburg. Als holistisch therapeut begonnen en uiteindelijk leiden we dus nu zelf holistisch therapeuten, reiki mensen, holistisch coachen en dergelijke op. Inmiddels geven we er zoiets van 5.000-6.000 per jaar, zoiets rijke cursussen. En zo'n 1.500 holistisch therapeuten wat we opleiden. Dus een heus opleidingsinstituut wat ik mag runnen. En boeken daarnaast geschreven, holistisch leven. Dus dat is eigenlijk even over mij. En voor mijn volgers, Scarlett, wie ben jij? Ja. Ik ben Scarlett Leperre. Ik ben al 10 jaar zielsreader. En vanuit daar heb ik mijn eigen online cursus spirituele ontwikkeling opgezet. Waarin ik eigenlijk elke maand een ander thema bespreek. Dat heet HSPL. En vanuit HSPL is er een vervolgstap. Dat heet Master of Spirit. Ja. Dus dan gaan we echt kijken naar jezelf ontstijgen. En die 100% grip op je leven krijgen. En spiritualiteit helemaal integreren in je zijn en in je leven. Maar ik ben wel heel nuchter en heel praktisch daarin. En vanuit daar is nu de opleiding, de marketingopleiding, er gekomen. En het heet ook gewoon de marketingopleiding voor coaches en therapeuten. Die ook nu gewoon vanuit hun licht, vanuit hun zijn, hun eigen praktijk tot een succes willen maken. Omdat ze, en het zichzelf gunnen. Maar ook vooral omdat ze weten dat ze de mensen te helpen hebben. Te helpen hebben, zichzelf te helpen. Helpen is natuurlijk altijd wel een bijzonder woord in deze setting. Want er zijn er vooral mensen in hun eigen kracht te zetten. Dus daarin je eigen sweet spot, noem ik het altijd, ontdekken. Wat is jouw specifieke missie en wat heb jij daarin te brengen en hoe zet je dat neer? Mooi. Dus dat is mijn achtergrond. Dus ik denk dat we zeer geschikt zijn om dit met jullie te bespreken en jullie aan te zetten om te denken. Want wij hadden het eigenlijk net natuurlijk al over, we zijn een beetje aan het kletsen voordat de camera's aangaan natuurlijk. En we begonnen er ook over van, we hebben alle twee onze eigen weg afgelegd. We hebben alle twee ook sessies gegeven. Ik geef dan readingen. Jij hebt heel veel gedaan met healingen en therapie en heel veel mooie dingen gedaan. En we hadden het er op een gegeven moment over van, er zijn momenten dat je of naar je privé toe, naar je kinderen toe, naar je partner toe, of naar je cliënten toe, dat je jezelf kwijtraakt omdat je te veel wil geven. Ja. Zo vat ik het even samen. Ja, mooi. En toen zeiden we ook van, eigenlijk willen we dat iets persoonlijker maken om het gewoon vanuit onszelf te delen van wat wij toen ervaarden. En jij zei toen heel mooi van, ik merkte het ook echt fysiek. Ja. Want hoe merkte je dat je bij jezelf wegging? Nou ja, ik denk dat mijn grootste keerpunt in mijn leven toch wel echt de scheiding is die ik heb doorgemaakt van de vader van mijn dochter Maya. Maya is alweer 10 jaar. Echt een tienermeisje. En 9 jaar geleden ging ik scheiden. En ik had daarvoor zoveel gegeven. En ik was zo leeg ook. En ook fysiek gewoon slecht slapen. Haaruitval. Altijd maar doorgaan, rennen. Alles maar geven. En ik kon gewoon echt niet meer. En dacht ik ook van, als ik zo niet gelukkig ben, hoe kan ik dan doorgaan? Hoe kan ik dan, practice what you preach als therapeut. Toen ik nog echt therapeutsessies gaf. En toen kwam dus de scheiding. En daarna voelde ik me zo leeg. Het was echt een soort van vrije val in ellende. Want kan ik het huis nog wel blijven bewonen? Hoe vaak zie ik mijn dochter? Ik voelde me super gefaald, ook als moeder. En echt niet oké. Dus weet je, het was alsof ik echt alles had weggegeven. En vanuit daar moest ik dus ook weer gaan leren. Van maar hoe zorg ik dan voor mezelf? En wie ben ik eigenlijk? En wat heb ik dan nodig? En ik ontmoette toen Gangaji in mijn leven. En zij bracht me echt weer terug naar mijn hart en naar mijn gevoel. En ik noem dat altijd een soort van lichtje in jezelf. Je liefde in jezelf. Je thuis zijn in jezelf. En dat was voor mij echt, zij vroeg, ik zat in zo'n sessie zeg maar op podium met 300 man in de zaal. En toen zei ze van, wat is er te midden van al deze pijn, van al deze leegte, van het zo slecht in je vel zitten. Natuurlijk ook super laag zelfbeeld. Wat is er nu ten alle tijden in je hart? En ik
kon zo afstemmen met die liefde en zo dat licht. En toen dacht ik, ja, dit is het. En ja. Ik denk het thuiskomen in mezelf en daar steeds naar teruggaan, dus in mijn kracht staan, heeft me ook gebracht om nou ja, eigenlijk steeds meer te worden als een boom, steeds steviger. En dat ik voel dat ik het waard ben om van te houden. Want ik denk dat we heel veel tools allemaal wel kennen om goed voor jezelf te zorgen. Ja. Maar het doen kan komen vanuit het hoofd of vanuit controle of ik weet het. Of echt vanuit je hart. Dat ik voelde, ja, jij zei het zo mooi, misschien kun jij het van de boom even zeggen. Ja, de gezonde of de meest gezonde boom geeft het gezondste fruit. Ja. De gezondste boom geeft ook het lekkerste fruit. Ja. Ja. Daar gaat het om. Want pas als je echt gezond bent, dan kan je echt geven wat je te geven hebt. Ja, dus ik voelde ook als ik echt, echt goed voor mezelf zorg. En dat betekent dat ik geef wat ik wil geven in plaats van geef wat ik door te geven heb. Die vind ik eigenlijk nog mooier, want dat is veel meer vanuit de flow. Ja. In plaats van ik geef zoveel, want dan krijg ik erkenning. Of dan komt er iets voor terug. Of dan gebeurt er wat. Maar echt weer thuiskomen in mezelf en daar steeds naar terugkomen maakt ook dat ik kan voelen... Ja, waar wil ik eigenlijk energie aan geven? En waar krijg ik dan energie van? En nou ja, deze ontmoeting is al weer veel te lang geleden. Ja. We hadden allebei zoiets van, oh ja, dat mag wel weer meer. En ja, hier wil ik energie aan geven. Ja. Ik krijg ook zoveel energie. Het is gewoon zo fijn. Ja, het matcht. Ja, het matcht echt heel erg. Dus, ja. En jij dan? Hoe was het voor jou? Ja, bij mij is wel een van de meest kenmerken dan echt in de praktijk naar klanten toe. Ik begon natuurlijk wel vrij jong. Ik ben om mijn 18e ben ik echt begonnen met mijn eigen praktijk. En met healingen geven en vrij snel daarbij met readingen geven. Terwijl ik ook echt wel mijn opleiding in medische basis en alle praktische dingen had ik allemaal wel gedaan. En ja, ik kwam toch al vrij snel tot de conclusie van ja, ik zie echt waar mensen pijn hebben. Ik zie echt waar mensen hun blokkade zit. En daarna ging het ook in mijn privé zien. Ik zie waar mijn moeder zichzelf tekort doet. Ik zie waar mijn vader zichzelf onzeker maakt. Ik zie waar mijn vriend vastloopt en zichzelf ook tekort doet. En bij mij was het echt van, ja, maar ik zie het, dus ik wil het kunnen oplossen. Ik wil jullie kunnen helpen. En in plaats van dat ik toen ging kijken naar wat heb ik te geven in deze situatie. En wat wordt mij inderdaad gegeven, wat ik mag doorgeven. Want het is van hun. En ik mag er een steentje aan bijdragen aan het proces. Ik mag iets aanreiken, maar het is aan hun om het op te pakken. Maar ik zat echt van, ja, maar ik wil helpen. Hè. Dat hele keer, ik wil dit oplossen voor jullie. En toen was ik aan het nadenken van, ja, maar... Hoe ga ik dat dan oplossen? Ja. En toen verzakte ik, zeker in de praktijk, maar ook naar PVTO in de methodes. Dus ik ging de hypnose doen. Ik ging de healingen, de magnetiseren doen. Ik ging dat doen. En dan kom je heel snel tot de conclusie dat heel vaak dat niet eens werkt als je zo bezig bent. Nee. Ik boekte niet de resultaten die ik wilde boeken. Wel mijn readingen, want dan mag je vertellen wat je ziet en wat je voelt. En wat je doorkrijgt, dus de informatie doorgeven, dat ging heel erg goed. Op het moment dat ik echt wilde gaan geven om te helen en te helpen, stagneerde het. Ja. En dat wilde niet zeggen dat ik niks bereikte. Want er waren genoeg klanten. Die waren heel blij met mij en die had ik echt dat setje gegeven. Maar dat zie je dan niet meer. Want je bent gefocust op die mensen die je wilt helpen, maar waarbij je niet die doorbraak creëert. En mijn vader had heel erg vaak die voorjaars- en die najaarsdepressies. En ik kon daar niks aan doen. En ik zat me te verdiepen in vitamine en... Ondertussen had ik mezelf helemaal niet meer in acht genomen. En wat ik merkte is dat ik steeds verdrietiger werd. Ik voelde mezelf gefaald. Want ik zag niet meer hoeveel mensen ik wel hielp. En wat ik wel allemaal goed deed. En ik zag niet meer hoe erg mijn vriend me wel waardeerde voordat ik er gewoon was. En ik voelde me op een gegeven moment gewoon helemaal zelf niet meer. Ik werd soms wakker. Eigenlijk gewoon gestrest van ik doe het niet goed. Ja. En ik begon te twijfelen aan mijn eigen paranormale gaven. Mijn eigen intuïtie. Niet in mijn readingen dan, want ja, dat is informatie doorgeven. Ja, maar ja, hey, ja. Ik voel toch dat hier die energie naartoe gebracht moet worden. En ik geef die energie toch door. Waarvoor werkt het niet? Ben ik dan geen healer? Ja. Terwijl ik al vanaf mijn vierde healingen gaf. Ja, ja. En toen begon ik er echt aan te twijfelen. Ik werd moeier. En ja, voor mij was het, ik heb gewoon geen zin meer om wakker te worden. Laat me maar gewoon liggen, want ik doe niet wat ik te doen heb. En ik wist wel wat mijn zielsmissie was, maar... Ja. Het kwam niet uit mijn handen meer, voor mijn gevoel. En dat is natuurlijk ook een stuk een illusie, want ik deed wel heel veel goed in die tijd om terugkijken. Ja. En ik had wel super toffe resultaten, maar niet op de punten waar ik gefocust op was. Ja. En toen op een gegeven moment kwam ik echt tot de conclusie van, hey, ik moet gaan switchen. En voor mij was de switch, en we kunnen natuurlijk alleen heel woordelijk uitleggen, naar, ik heb te geven wat ik te geven heb. En ik hoef niet te kijken naar hoe het probleem van de ander opgelost hoeft te worden. Ik mag kijken naar wat mijn energie, mijn steentje hier in dit proces is. En dat draag ik bij.
Ja. En op dat moment ben ik eigenlijk ook HSPL gestart. Van ja, wacht even, ik mag gewoon elke maand geven wat ik door te geven heb. Ja. Ja. En toen is het bij mij ook echt gaan stromen in mezelf. Dat ik denk van, oh, ik mag, ja, voor mij dan, ik mag een video op gaan nemen. Ja. Ik mag gaan vertellen wat ik doorkrijg. En gek is, toen vertelde ik wel, maar het zat er nog meer energie in me worden. Ja. Dus het was niet alleen dat mensen mijn inzichten hoorden. Het was ook dat die inzichten ineens binnenkwamen. Ja. En ineens doorwerkten energetisch. Ja. Ja, en dat mooi. Is weer die gezondste boom die gewoon geeft wat ze te geven heeft. En die gewoon appels laat groeien en niet bezig is met dat ze peren zou moeten laten groeien. Want het is een appelboom en geen perenboom. Ja. En toen ik mijn appels ging laten groeien en niet meer bezig was met peren laten groeien. Ja, toen werden mijn appels ineens heel waardevol. Ja, mooi. En toen brachten ze nog meer vitamines. Ja. En toen ontdekte ik dus dat mijn kracht echt in woorden zit, in vertellen zit. Gaaf. En wat ik dus eigenlijk altijd wist van mijn readingen raakte, dat ik dacht, ja, maar dat klopt. Want daar zit mijn daar hele zit het, energie ja, in. Daar zit het in. Dus ja, ik hoef mooi. Helemaal niet bezig te zijn met een nieuwe methode. Ja, dat had ik ook in het shamanisme. Ik heb soul retrievals gedaan. En ze werkt allemaal wel, maar ik voelde het zelf niet meer. Dus eigenlijk ook samengevat, kom eerst helemaal thuis bij jezelf. Ontdek wat bij jou past. En dan gaan methodes eigenlijk een soort van verlengstuk worden. Die kan je gaan toepassen in een gereedschapskist. En voor mij ook, ja, het geven. Eerst steekt dat ook heel erg vanuit. Ja, wat hoort. We zijn allebei HSP, dus je voelt dat een ander wat nodig heeft. Dus ik ga wel uitreiken. Ja, je gaat al uitreiken. Wij leren ook wel mensen de opleiding tot holistische therapeut om juist iets terug te zitten in die ontspanning. Zodat je veel meer kan voelen, hé, wat komt door? Ja. En soms is het ook goed om een ander zijn of haar proces te laten gaan. Dat wij niet van, oh, ik doe het wel. Weet je, als toen mijn dochter net leerde lopen, heb je ook de neiging, oh, ze valt, even snel oprapen, opvangen. Terwijl, nee, maar als ze valt, dan heeft ze ook een soort van die deep dive om uiteindelijk helemaal te gaan vertrouwen op wie je werkelijk bent. In plaats van alles te willen beheersen en controleren vanuit je hoofd. Dus thuiskomen in jezelf, goed gronden, maakt ook dat je veel meer kan voelen. Oké, waar wil ik de energie naartoe laten stromen? Waar mag ik op focussen? En wat komt gewoon door mij heen vanuit die flow? Zoals dit ook, ja, dat... Dit floot gewoon, weet je. Ja, dat is echt zo'n zielsherkenning hebben we met elkaar. Ja. Zielensusters, soulsisters, noemen we het wel eens. Maar dan voel je, oh ja, dit stroomt dus. En dat wat niet stroomt, ja, ga je daar heel hard in. En ga je daar heel hard aan werken. En maar door, en maar door. Ja, op een gegeven moment, dan kost het uiteindelijk alleen maar heel veel energie. En gaat het dus weer ten koste van jou. Nou ja, mooie appelenboom, je vruchten, alles, et cetera, daaraan. Dus... je had het ook zo mooi over zielsmissie. Die hebben we wel eens eerder in wat vlogs aangeraakt. Dus misschien ook wel mooi om voor jezelf daar ook weer even op te resoneren als je dat nog niet hebt gehoord. Ja, wat is voor jou een zielsmissie? Voor mij is een zielsmissie hetgeen wat je ziel als intentie neergezet heeft. En ik noem het vaak een missie of een doel. Maar ik vind dat eigenlijk doel en missie verkeerde woorden, omdat het aangeeft van het moet. Ja. Maar het is meer een rode draad wat je ziel heeft gekozen van... Hey, dit wil ik brengen. Toen ik daarboven in het universum zat en wat ik in vorige levens heb meegemaakt. Ik heb iets te geven. Ik heb iets te brengen. Ik wil ergens een steentje aan bijdragen. En het hoeft niet groot. Het hoeft niet klein. Ik wil gewoon iets moois doen. Ja. En dat is het echt wat het voor mij is. Die rode draad door je leven heen. Wat je ziel heeft gezegd. Vandaar wil ik kijken of ik daar iets aan bij kan dragen. Ja, mooi. Ja, voor mij was het echt een soort innerlijk weten. Dat ik toen met Gangaji het was... Bam, ik was zo bewust en in contact met die liefde, met dat licht. En ik denk, ja, dit is voor mij waar het echt over gaat. Echt thuis zijn. En ja, het was een soort gevoel, een soort innerlijk weten. Ja, zo van, ja, mijn zielsmissie is echt om die licht, liefde, bewustwording te verspreiden. Wij leiden dus holistische therapeuten op. Die helpen weer mensen. Mensen geven reiki, online cursussen, mijn boeken. En dat zijn allemaal uitingen van die missie. Maar ook dit soort samenwerkingen. Ja. Om met elkaar ook de wereld een stukje mooier te maken. Wat denk ik heel hard nodig is. Waar juist mensen veel meer kunnen verbinden. En juist kunnen voelen van... Hé, we hebben samen... Creëren we nog meer energie. En oh ja, zo is er ook weer meer te geven. En kunnen we die mensen helpen een gezonde boom te worden. Met die gezonde, lekker fruit. Dus het is mooi om te gaan voelen. Hoofd uit, hart open. Heb je daar een tip voor hoe ze dat kunnen doen? Ja, wat voor mij, wat ik is eigenlijk gewoon heel kort en praktisch, is eigenlijk al gewoon naar je handen toe, of je handen naar je hart toe brengen. Zitten, ik heb misschien op een microfoontje, maar zitten, goed je voeten op de grond en naar je voeten even ademen. En probeer alle gedachten,
alle emoties, alles wat je lichamelijk aan sensaties voelt, los te laten, zodat je echt kan focussen op je hart. Nou, dan kan je naar een zachtste plekje gaan in je hart en dat je voelt, oh ja, hier zit die liefde, hier zit dat licht. En dan niet gelijk in actie komen voor anderen, maar echt voor jezelf. Oh ja, hier is mijn liefde. En dan voel eens in je hart wat gevoeld mag worden. Ben je meer een ziener of wel meer in beelden denken? Misschien als je dan bij je hart komt dat je heel duidelijk ziet. Of misschien wel een soort van woord of een spreuk of een liedje hoort. Of misschien wel op andere manieren het binnenkrijgt, maar dat. En dan kan je voor jezelf eens gaan kijken, oké, maar wat matcht daar dan bij? Voor mij matcht samenwerking ook heel erg. We werken nu 32 mensen bij zomeropleiding. Het is enorm gegroeid. Ja. Leidt natuurlijk superveel mensen op. En mijn missie is ook om... het blijft natuurlijk hetzelfde, maar de uitvoering is wat anders. Want ik ga veel meer samenwerkingen aan. Ja. Om ook dit je bekendheid aan te geven. Holisme op de kaart te zetten. Goed voor jezelf te zorgen op al die niveaus. Om echt bij jezelf thuis te komen. En hoe meer dat zo als een olievlek verspreidt, ook door de stichting met alle gratis reiki die wij geven aan Blijf van mijn lijf huizen, Ronald McDonald huizen, is ook weer een onderdeel van die missie. Maar om daar eigenlijk bedding aan te bieden. Dus als ik kijk naar mijn missie, was natuurlijk zoveel jaar geleden precies hetzelfde, maar het is wel weer een andere uitvoering. En daar hebben wij het voor jou ook over gehad. Hè, van de cursussen ook wat meer naar opleidingen toe. En alle grootste plannen die daar nog uitkomen. Dus die missie is ongewijzigd. Maar het is wel steeds voelen, oké, en wat is dan nu het pad? En welke richting mag ik nu weer volgen? Want voor jou komt er ook een spannende richting aan. Ja, zeker weten. Dat werd ook getriggerd. Ik vind het heel mooi om zo aan te sluiten. Ik krijg heel vaak mailtjes van mensen die ook therapeut zijn of coach zijn. En die twijfelen aan hun eigen zielsmissie, eigen licht. Want er zijn al zoveel coaches en therapeuten. Ja. En ik snap hem. Maar ik krijg nog heel veel meer mailtjes van mensen die op zoek zijn naar de coach en therapeut die bij hun past. Ja. En een van de grootste problemen in die wereld is dat de mensen die een missie neer te zetten hebben, die echt iets te geven hebben en die het ook voelen van het is ook mijn weg om zo mensen te helpen in een praktijk, die zijn niet vindbaar. Hmm. Hoe vaak ik een mailtje krijg van hey, ik zoek iemand die reiki geeft bij mij in de woonplek. En er zijn heel veel reiki-therapeuten. Maar ze hebben wel andere eigen specialisaties, die ik hem ook nog is. Maar dan is het voor hun zo lastig om degene te vinden die bij hun past. Want ze kennen wel iemand die reiki geeft bij hun in de woonplaats. Ja. Maar die matcht niet met hun energie. Ja. En dat is niet erg. Ja. Maar dan zijn ze aan het worstelen. Want degene die ze dan misschien kennen, die vindt bij ze op Instagram, die zit in Groningen. Ja. Terwijl ze zelf in Maastricht wonen. Ja, dat is dan toch net even iets te ver. En sommige mensen gaan die reis wel aan. Maar ja, dan is die reis is eigenlijk ook weer vermoeiend. Dus dat werkt niet helemaal. En dat kom ik zo vaak tegen. En ik wist altijd wel dat ik iets met marketing ging doen. Alleen, je wil eerst ook af van je imposter syndrome. Ja. Ik heb echt wel wat neergezet. En ik weet waar ik het over heb. En ook al heb ik het altijd aan mijn readingen verteld hoe het kan. Of hoe het bij hun past om hun bereik te creëren. En nu voel ik omdat het echt een opleiding is. Om echt te zeggen van hey, ik mag die coaches en therapeuten in contact brengen met hun zielsmissie. Binnen de methodes die bij hun passen. Ja. Want de ene holistische therapeut is ook de andere holistische therapeut niet. Die hebben misschien dezelfde opleiding gehad, maar ze hebben een hele andere doelgroep. Ja, klopt. En dat vinden. Ja. En ik benoem het altijd, je moet ontdekken waarvan je wilt dat als dat bij iemand gebeurt, dat ze dan aan jou denken. Ja. En bij mij is het vaak, mensen denken aan mij als ze weten, ik sta voor een volgende stap, maar ik weet niet wat die volgende stap is en ik heb even licht in die volgende fase nodig, dat die licht wordt in plaats van dat het een donkere vlek blijft. Dat is heel kenmerkend. Als mensen dat ervaren, denken ze aan mij, nemen ze contact met mij op. Maar als je ontdekt van wanneer mensen aan mij denken, wanneer dat mag zijn, wanneer je dat ontdekt en je gaat dat neerzetten, dan gaat het heel snel groeien. Ja. En het gaat niet om 1000 volgers op Instagram te hebben. Het gaat om de 100 te hebben die jou nodig hebben, die aan jou denken. Ja, mooi. En zo heb ik ook mensen die zijn bezig om met baby's beter laten slapen. Ja, daar horen mensen aan te denken, ouders aan te denken, waarvan hun baby slecht slaapt. Ja. Precies. Maar dan moet je wel op die manier gevonden kunnen worden. Als mensen, wat zoeken ze dan? Ja, dan ga je een heel marketing traject in. Ja, gaaf. En daar help ik bij. Eerst die sweet spots, zoals ik hem noem. Dan denken mensen aan jou, die ontdekken. En dan,
hoe ga je ervoor zorgen dat mensen je dan ook vinden als ze dat denken, als ze daar tegenaan lopen? Ja, dus dan zie je ook dat zo'n zielsmissie exact hetzelfde is, maar dat de uitvoering ook verandert. Dus misschien dat je nu ook wel kijkt en dat je denkt, maar ik heb helemaal geen zielsmissie. Of ja, ik leid mijn leven. Of waar heb je het over? Of moet het dan gelijk zoveel? Of misschien is het ook wel, is het in simpele dingen. Ik wil graag de mooiste versie zijn van mezelf, zodat ik mijn dochter kan begeleiden. En dat ik op die manier waarde bijdraag. En alleen al simpel aardig zijn in de supermarkt. Ja, is dat ook al. Weet je, het zit een hele, dat is al in een hele kleine. Ja, dat zit een hele kleine. Stukken bij en dat je gewoon voelt van, oh ja, dit is wat ik hier kom doen. En dat hoeven helemaal geen hele hoge dingen of grote dingen te zijn. Want ik hoor vaak mensen zo van, ja, maar dan kan ik het niet manifesteren of krijg ik het niet voor elkaar. Ja, maar voor jou is het makkelijk praten of weet ik veel, dan komen de oordelen. Maar blijf daaruit. Blijf gewoon voelen wat bij jou past. Steeds weer afstemmen op die liefde, op dat licht in je hart en voelen wat je te doen hebt. En ik heb ook wel dagen dat ik denk, nou, dat is heel klein. Of ja, dat stroomt ook niet. Of nou, dan zit je weer in je hoofd. En dan denk ik, oh ja, weer goed voor mezelf zorgen. Nou ja, ik heb dan die holistische niveaus. Ja. Hè? Fysiek, emotioneel, mentaal, energetisch, spiritueel. Welk niveau heeft nu aandacht nodig? Ja. Oh ja, nou, misschien is het een goed boek mentaal of emotie. Oh, ik spreek met iemand af waar je even die knuffel. Of fysiek even lekker sporten. Of energetisch misschien wel even goed voor jezelf zorgen door een APK'tje. Of spiritueel, oh, ik zet een meditatie op. Of doe weer een visualisatie. En oh ja, ik kom daar weer bij. Dus voed jezelf heel goed. Ja. En nou ja, dan komen we dus weer op die mooie metafoor van die boom. Ja. En ontdek ook waar gaat mijn zielsmissie. Of wat is mijn zielsmissie en waar gaat mijn pad dan heen. En volg die flow. Ik had 10 jaar. Nou ja, zomaar bestaat nu 12,5 jaar geleden. Ja. Ik weet nog dat was bij een medium toen ik 16 was. En toen zei ze, jij gaat grote dingen doen. En er zal echt een opleidingsinstituut komen. En ik dacht echt, ik kruip weer onder mijn stenen. Hoe kan dat dan? En super faalangstig en onwijs laag zelfbeeld. Gevoel anders te zijn natuurlijk door mijn HSP, maar ook niet goed genoeg. En maar ik heb toch niks te vertellen of ik heb toch niks te brengen. Had ik het ook nooit kunnen bedenken. Maar elke keer gewoon een klein stapje. En vragen mensen nu wel eens, ja, wat doe je over 5 of 10 jaar? Weet ik niet. Weet je, mijn volgende flow. Weet het niet. En natuurlijk. En het grappige is wel, als je terugleest van wat je toen 10 jaar geleden gezegd hebt, dan klopt het wel met wat je nu doet. Alleen, dan op het moment dat je nu gaat invullen van over 5 jaar, dan ga je in hoe ga ik dat doen? Ja. En zodra je in die hoe schiet op een gespannen manier, lukt het niet meer. Ja, en kom je in je hoofd en komt er een strategie en wil je dat controleren en dan moet er resultaat. Een innerlijke criticus wordt getriggerd die zegt, ja, maar dat is helemaal niet mogelijk. Ja. Ja, dus ook mooi om als extra tip, als je dat merkt, zo van, oh ja, inderdaad, ik schiet in die twijfels. Of om die overtuiging eens onder de loep te nemen en jezelf af te vragen, is het waar wat ik denk? Is het eigenlijk wel waar? Ik heb ook momenten dat iets spannends er aankomt dan ik denk, ook met mijn boeken, nou ja, dat was toen af. En dan moet dat gelanceerd worden. Ja, een boekbespreking, nou, bij de eerste zaten er iets van 300 mensen bij en ik dacht, ik durf niet meer. Het is heel stom hoor. Want ik bedoel, natuurlijk, ik heb al zoveel mensen gezien. En ik doe dit zo vanuit mijn hart. Maar het boek ook is zo mijn. Is ook een kindje, zeg maar, voor mij. En zo spannend ook wel. En toen dacht ik, stop uit je hoofd. Stop met de overtuigingen die je hebt. Van ja, ze zullen het wel niet interessant vinden. Je kan het toch niet. Wie zit hier nou op te wachten? Wat is er nieuw aan? Dat weten ze toch allemaal al. Ja, maar, stop. Precies. Stop met denken soms. En ja, dat is best lastig. En kijk hoe je je denken uit kan zetten. Voelen, ja, misschien door in de tuin te werken, te wandelen. Ja, maar soms is het ook, wat wij hebben bedoeld met denken, is het kritische denken, is het twijfelende denken. Want het kan ook zijn dat je helderwetend bent. En dan is het niet zozeer dat je uit je hoofd hoeft te gaan, maar dat je terug mag naar die stille gedachten. Ja, ja. Die heel rustig en kalm vertellen van, hey, weet je, dit is er belangrijk, dit heb ik nodig. En dat is dan een soort van kalme stem. Maar als jij hoofdzakelijk de paranormale gaven helderwetend hebt, dan kom je soms niet bij dat gevoel uit, maar dan is het gevoel is in je hoofd weer. Ja, ja. Dus echt een weten. Dus dat wil ik wel even. Ja, en leuk om ook als toevoeging, het helder weten is split second werk. Ja. Dus op het moment dat je merkt, oh pats, er komt een inzicht, dat had ik van de week. En toen dacht ik, oh ja, inderdaad, zo zit dat. Nou ja, goed, ik ga niet heel erg op de inhoud in, maar toen dacht ik, oh ja, dat. En daarna, wat daarna komt, komen de gedachten. Nou, en dan is het goed om te kijken, dienen die gedachten
dat helder weten. Of breken die gedachten weer dingen af. Maar, komen mijn oude patronen omhoog. Ja, maar inderdaad, helder weten, split second. Dus echt, ja. Pats. En ja, ik zeg ook, ja, het is echt wel je innerlijke stem. Het is echt wel anders heel als rustig. De... Ja, het is heel rustig. Het is ja. Er zit geen emotie, geen lading op. Het is echt wat het is. Het is oordeelloos. Ja. En het verandert ook niet. Want die helder weten en ingeving, die dient zich keer op keer op verschillende manieren aan. Ja. Die verandert niet, tenzij jij verandert of de situatie verandert, dan kan die zich aanpassen op wat er veranderd is. Ja. Maar die is inderdaad heel helder. Ja. Ik wil graag nog een tip toevoegen om bij jezelf te komen. En ik ben heel erg van het schrijven en van het praktische inrichten daarin. En wat heel erg kan helpen is een notitieboekje te pakken. En dan schrijf je daar eigenlijk de vraag op, wat wil ik? Ik vind wat wil ik, vind ik een hele fijne vraag, omdat die zo breed is. Want het kan de ene keer over relatie gaan, de andere keer over zielsmissie gaan, de andere keer over gezin gaan. Je kan hem ook variëren naar wat heb ik te geven? Ja, of mooi. Wat wil ik geven? Of wat heb ik nodig? Dus je kan variaties op die vraag maken. Maar eigenlijk het liefst is dat je 1 of 2 vragen max kiest. En die ga je gewoon een paar keer per week, schrijf je iedere keer die vraag op en een antwoord eronder. En dan denk je dat is saai, want dat is iedere keer dezelfde vraag. Ja, dat is ook zo. Maar dan werk je eigenlijk door die blokkerende lagen heen, omdat je iedere keer diezelfde vraag stelt. En komen er langzaam, geduldig zijn, langzaam nieuwe inzichten en kom je op die rode draad. Dus als je het moeilijk vindt om te voelen of je een aanvulling op het voelen, dan is dit ook een optie. En doe dat echt een paar maanden. Denk niet na een week, ik ben klaar, maar doe dat echt een paar maanden en ga het dan eens teruglezen wat daar staat. En dan ga je hele leuke dingen zien en dan ga je echt rode draden zien. En dan ga je ook zien wat je nodig hebt en waar je jezelf blokkeert. En dat is zo waardevol. En zelfs als je vastloopt in het hoe, je kan ook vragen hoe doe ik dit? Nou, dan komen de eerste 3 keer komt er geen antwoord of geen fijn antwoord of een blokkerend antwoord. Maar als je hem volhoudt, dan gaat jouw systeem zeggen van goh, ze is eigenwijs. Ja. Dus we moeten even een paar deurtjes open doen om die andere ingevingen binnen te laten komen. Mooi. En dan merk je dat die ladingloze, oordeelloze, heldere ingevingen naar voren komen. En soms is dat een gevoel dat je voelt van nee, ik voel verdriet en ik heb meer liefde nodig. En soms is het een weten of een beeld wat je ineens binnenkrijgt. Ja. Ik kreeg al het beeld dat ik op een bevroren rivier liep en dat die ijs dat brak af, dat ik van ijsschots naar ijsschots aan het springen was. Nou, dat was voor mij dus zo'n signaal van hey, hallo, Scar, doe eens eventjes een beetje normaal. Ja. Mooi. Mooi hoe dat werkt, hè? Ja. Het is ook leuk voor jezelf om te zoeken. Oh ja, wat heb ik dan gehad de afgelopen tijd? Of signalen in de natuur. Of ja. Ik heb met veertjes die ik tegenkom. Dubbele getallen die het bevestigen. Ja, ik had met Moer Capelle het pand wat we hebben gekocht. Net nieuw erbij. Toen stapte ik uit. En ik voelde al wel van, oh, dit voelt goed. Ja. En stapte uit, precies met mijn voet op een veertje. Dit wordt het. Ja, echt, ja. En toen dacht ik echt, en mijn gedachten, nou, doe eens niet zo stom. Ja. En gelijk, zweverig. Boe, boe. Ja, maar die gedachten, die moeten er ook zijn. Want weet je, die gedachten, die van ja, heb je haar weer en dat soort dingen. Die gedachten, die geven ons kaders. Ja. Die helpen ons ook dat pad te volgen. Want die vragen aan jou, ben je het met jezelf eens? Ja, klopt dit? Toetsen. Ja, dus ja. Ik wil ook niet zeggen dat die gedachten van die twee, die mogen er ook zijn. Ja, en dat maakt het ook wel leuk. Want ik ken dus, wacht even, het is het veertje. Ja. Het holy veertje, weet je wel. Dus Joffrey Meijer acties worden het dan. Ja, maar goed, het was wel grappig. Want uiteindelijk leek het erop dat we het pand echt niet kregen. De bestemming stond er niet op. Alle signalen stonden eigenlijk op rood, op dat stukje. Ja. Gewoon in het fysieke stuk. Maar gewoon het vertrouwen, dit komt wel goed. En uiteindelijk heeft het wel een paar maanden geduurd, maar ook geduld. Van ja, weet je, er was ook niks anders in het universum. Kwam ook niks anders voorbij wat paste. Nee. En nou ja, goed, 1 juli de sleutel. En dan vrijdag, of volgende week zaterdag, de 25 september, de opening. Dus ja, zo kan het gaan. Dus het is ook wel leuk. De signalen, even los vanuit jezelf, kun je dat soms ook in de natuur hebben. Of spiegels van mensen om je heen. Zoals Maya, mijn dochter, die... in een periode dat ik heel druk was, toen zei ik, ja, dit nog doen en dat doen. Toen zei ze, mama... Ik zei ja, maar jij bent toch de baas van Zoma? Dus dan kan je toch zelf bepalen of je dan dit nog extra doet? Dus ook op een of andere manier, als je het, nou ja, ergens stiekem misschien het allemaal een beetje onderdrukt te signalen, dan kan het ook uit je omgeving komen, die spiegels. Dus dat is ook nog wel leuk als je daar, als je zegt van ja, die methode is allemaal wat lastiger, of ik vind het moeilijk, kom naar mijn gevoel of in mijn hoofd.
Ja, let eens op spiegels. Mensen die wat vaker dingen tegen je zeggen. Ja, mijn dochter is de allerbeste spiegel voor mij. En ook dat ze me er even uittrekt. Of dat we lachen, gieren, brullen. En dan voel ik weer... Oh, ik voel me zo thuis in mijn hart. Ik voel me zoveel liefde. En dan is het er weer, zeg maar. Ja. Precies. Ja, dat is het ook. En eigenlijk, en dat bedoel ik ook met bewustwording... Word bewust van wat je voelt, van wat je denkt. Ja. En van wat er gespiegeld wordt. Dat is bewustwording in een notendop eigenlijk. En filter daaruit, hey, wat zijn mijn kaders die me helpen zelf te reflecteren hier zo. Dus die twijfelende gedachtes. En wat is die intuïtie en die paranormale gaves. En die noemen we dan de spirituele, maar eigenlijk is dat hartstikke aards. Ja. Die aardse spiegels die mij leiden naar mijn eigen weg en naar wat ik te geven heb. Ja, ja. En als je, dus eigenlijk bestaat het uit twee dingen, bewustwording... En analyse. Ja. En als je dat een stukje in balans hebt, ja, dan stroomt het zo snel door. Ja, en ik zou daaraan toe willen voegen een stukje zelfonderzoek. Ja. Want soms kan het ook wel zijn dat als je wat negatiever denkt, dat je dan mensen akelig doen. Oh, het zal wel een spiegel zijn dat ik niet goed genoeg ben. Hè? Dus je kan die ook de negatieve kant op gaan. Ja, dan wordt je negatief opgepakt. Ja. Dus vanuit het zelfonderzoek ook interessant. Hé, maar waarop word ik dan getriggerd? En wat raakt mij misschien? En misschien heeft dat nog wel vanuit vroeger met iets van een trauma te maken. Precies, dat het spiegelt dat daar nog werk te doen, dus geheeld mag worden. Ja, dus het is ook mooi om die ook nog mee te nemen. Ja, ik denk dat we hem hier gaan afronden. Ja. We willen jullie heel erg bedanken. Hieronder in de omschrijvingen op YouTube in ieder geval en op Instagram als hij daar ook komt te staan... En op een podcast waar we hem ook gaan plaatsen. Daar moeten we nog even over babbelen zometeen. In de omschrijvingen komen er links te staan. En komen er misschien nog wel wat leuke aanbiedingen te staan. Want daar waren we net over aan het doen. Van hey, kunnen jullie nog wat extra's geven? Dus er komen nog wat leuke dingen aan. Maar dat zetten we hieronder in de omschrijving. Zodat we het zo goed mogelijk uit kunnen werken voor jullie. Nogmaals heel erg bedankt. Ja. Ook heel erg bedankt. Dankjewel. En er komt vast een vervolg op. Absoluut. Dankjewel.